Vandaag ga ik een lesje volgen, een thuisles. Volle motors, zunt. Korte, zunt. Harder, zunt! Ja. Nee! Oh, ja! Knol power! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben een beetje buiten adem. Dat komt omdat wij net een sportsessie hebben gehad. Oh, het doet al pijn als ik mijn gordel pak. En het is wel echt heerlijk om weer terug te zijn met de sporten en lekker te bewegen. Maar hoi, 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 wat is het ook weer zwaar. Dat is niet normaal. Ik zal even snel even een paar momentjes laten zien van de training. Helemaal naar de kloten. Ja, een heel moeilijk jaar gehad. Maar voor mij zijn er privé ook nog wel dingen, vooral mijn moeder is niet goed gegaan. Dat soort dingen vallen gewoon zwaar. Ja. Dus ik heb een tijdje jouw vlogs ook niet meer gekeken. Het, ja, weet niet, heel veel dingen gingen gewoon niet meer zoals het ging, zeg maar. Ja. En dan ben ik sinds kort je vlogs weer gaan kijken en je ook weer gewoon gaan volgen. En ik heb eigenlijk sindsdien echt gemerkt hoe belangrijk het is, weet je wel. Ja, top man. En daar haal ik gewoon heel veel motivatie uit. En ja, dankjewel. Waar jij vandaan komt en hoe jij begonnen bent. En nou, ook heel moeilijk gehad, ook gescheiden ouders, dan motiveert me dat gewoon heel erg. Ja, nee, super mooi. Ik wilde alleen een foto maken en dan weer weggaan en dan, ja, zo van, ik heb het gedaan, weet je wel. Nee, ik wilde toch even duidelijk maken van hoe het zat. Ja, ja, nee, ik waardeer het man, dankjewel. Ja, alleen maar blij dat ik je daarmee verder kan helpen. Ik bedoel, het is inderdaad belangrijk om je hoofd omhoog te houden, maar soms heb je situaties waarin het gewoon super moeilijk is. En het vervelende is gewoon, als je denkt dat één ding tegen zit, dan heb je het gevoel dat alles tegen zit. En dan heb je het idee dat het aan een lopende band gaat. Maar het is heel moeilijk om je dan te focussen op de positieve dingen en af en toe even onderscheid te maken van het positieve en het negatieve. Maar ja, ik ben blij dat ik je daar een beetje mee kan helpen met de vlogs. Ja, super tof man. En wat is je naam? Sam. Sam, thanks. Dankjewel. Een fijne dag. Hou je hoofd omhoog, hè. Hey, rustig aan, maat. Yo! Arme van de joch. Ik wist niet dat je aan het filmen was. Ik had hem even neergezet, omdat het zo lief was. Ja, al super lief. Ja, ik zei arme joch, die heeft het gewoon moeilijk gehad. Iets met zijn moeder. Maar dit soort dingen merk ik vaak, hoor. Dat is echt bizar. Hoe zo'n krachten eruit halen uit jouw vlogs. Ja, dat verbaast me soms echt. Hoeveel mensen ik daar blijkbaar mee help. Dat is echt niet normaal. Ik bedoel, op het begin toen ik YouTube deed, toen had ik wel eens zeg maar reacties van, oh, je helpt me echt en dit en dat. Op een gegeven moment lees je dat zeg maar zo vaak dat je, ja, dat je niet echt het idee hebt dat het echt zo is of zo. Omdat je het zo vaak voorbij ziet komen. Maar als je dan nu zo één op één zo dat hoort en hoe belangrijk dat voor me is, is dat wel echt heel mooi om te horen. Zeker weten. Dat is echt super tof. Ik waardeer dat enorm. Nou, dan gaan we niet alleen met een goede sportsessie die we net hebben afgesloten naar huis, maar ook nog met een goed gevoel. Ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit voor geen ene meter. Hè? Waar zijn ze? We komen net terug. We hebben voor de boys koffie meegenomen. Boys. Kijk of de auto er staat. Ja, de Porsche staat er. Ja, maar de witte. Oh, de witte. Ja, die staat er ook. Echt? Ja. Dan moet ze hier zijn. Ze doen gewoon verstoppertje of zo. Hier, alle lichten staan aan. Dit klopt echt voor geen ene meter. Ze moeten hier ergens zijn. Thijs! Noël! Hè? Wat is dit? Ga daar kijken. Nee. Oh, ik vond het gewoon spannend. Huh? Onder het bed. Ook niet? Nee. En is de fiets er nog? Nee, de fiets is weg. Oh, de fiets is weg. Oh mijn god. Wat? Ze zijn gewoon op de elektrische fiets weg. Oh mijn god, het regent super hard. Ja, maar straks zijn ze koffie aan het halen. Denken ze, oh, dan komen ze terug van sport. Dan gaan we denk even... Denk het echt. Wij hebben ook net koffie gehad. Ja, het is echt een shit weer vandaag, dames en heren. Het is ongelooflijk. Niet normaal. Het regent echt de hele ochtend al enorm hard. Je hoort het ook al meteen. Alles is helemaal kledda, kledda. Wel super tof trouwens wat ik heb gekregen van een fan. Dat is dit Pokémon tasje van Pikachu. Geniaal, dat heb ik gewoon gekregen van
van de fan. Echt schattig. Kijk dit dan buiten, joh. Die zijn helemaal kletsnat. Weet je wat wel vervelend is aan die regel van jou nu? Nou? Dat jullie alle drie nu constant al die shit zo daar bovenop zetten. Omdat jullie bang zijn om die vaatwasser open te trekken. Spreek voor jezelf, want ik doe wel altijd alles erin. Ja? Ja. Ja, ik ook. Dus dan... dan weten we wie het zijn. Ja, want dan denk je, ik ga hem niet openmaken. Want hij is vast klaar. Maar hij is gewoon nog vies. Dit kan er allemaal nog bij in. Nou, we kunnen ook weer een nieuwe regel doen. Ja, maar dat bedenk ik later wel. Daar heb ik het wel over als Thijs en wel terug zijn. Dat je open moet doen. Nee, dat we gaan dobbelen wie hem moet doen. Ik vind het niet erg om te doen, maar ik vind het wel irritant als het schoon is, nog vies is, dat dit dan erop staat. Ja. Oké, okay, nou, ik ga eventjes, ja, we gaan maar wachten. We gaan maar gewoon even wachten tot wanneer ze thuis zijn. Hé, hey, lekker nat geregend, jongens! Hey! Helemaal kledder, kledder. Kijk ze nou staan daar dan. Kijk ze nou staan. Ik doe even open. Zo. Ga ik ze laten schrikken. Dat is eruit. Stond helemaal verkeerd. Ja! Dit is een rukken. Maatje. Zo. Laat eens zien. Helemaal smurrie. Geweldig. Jij zat achterop, of niet? Ja. Ja, hij wil eigenlijk met de auto gaan, maar die rijdt niet meer. Dat rijdt. Elke keer als je in zijn één zit, dan rijdt hij gewoon niet meer naar vooruit. Als je de koppeling loslaat. Nee, meen je dat? Hij doet niks meer. Echt niet? Misschien door de kou of alleen jammer. Achteruit doet hij nog. Wij dachten al, waarom zijn ze niet met de witte auto? Ja. Ja, dit is wel een vibe. Ja, dit is echt een vibe. Ja? Gaat super nat. Echt heel mijn schoenen nat, sokken nat. Ja, het regent zo hard, gast. Ja. Nou. We hebben iets lekkers voor jullie. Ah, wij ook. We hebben koffie voor jullie gehad. Oh, we hebben de perfecte koffie dan. Oké. Okay. Als het goed is, heeft iedereen nu kerstvakantie voor, geloof, anderhalf, twee weken ongeveer. Dus ik zou zeggen, geniet er allemaal van. Of een week. Ik weet eigenlijk niet precies. In ieder geval kerstvakantie. Hartstikke leuk. Hoop dat jullie er allemaal van gaan genieten. Maar vandaag ga ik een lesje volgen. Een thuisles. En die les die ga ik vandaag volgen. Samen met Myron en met Noël. Maar daarvoor moet ik nog even wat ophalen van de leraar uit de auto. Dus ik heb hier in de... Het is echt een hele rommelige kofferbak. Altijd handig, tasje bij je, voor als je hem nodig hebt. Maar ik heb hier nog een schoolbord liggen. Kijk. En die gaan we vandaag eventjes gebruiken. Wow, kijk wat hier ook nog in ligt, mensen. Wow, yo. Zo lelijk ben je geworden, maar kom op. Ja, top. Het zijn twee en Frit gedaan, hè? Hey, dankjewel, werkt ze. Oh, die ligt ook nog in de kofferbak. Geen idee waarom. Maar goed, twee pakketjes. En het schoolbord. Zo, dan moet ik in één keer veel meenemen naar binnen. Sowieso shout-out naar deze postbezorger. En shout-out naar alle postbezorgers. Wat een hel nu in deze tijd, hè? Niet normaal. Wat een stress, wat een drukte. En iedereen maar klagen over de bezorgtijden en zo. Oh, dat gaat helemaal perfect zo. Dit is ook echt zo'n aardige guy. Hij is echt heel erg relaxed en zo. En elke keer dan komt hij bij mij aan de deur een pakketje brengen en dan zegt hij... En zo, het is niet normaal. Er staan allemaal fans en helemaal schreeuwen. En ze vragen aan mij, hoor, meneer, wil je alsjeblieft een groetje doen en Enzo. Dus ja, ook al waardeer ik elke fan, elke kijker. Alleen het is niet de bedoeling dat je hier bij mij thuis komt in de straat. Maar goed, het is wel super lief hoe die postbezorger daarmee omgaat. Oké, okay, wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan een trickshot doen. Ik heb namelijk een heel erg leuk kerstcadeautje gekregen. Ik heb hier de Supreme Vissenkom. Maar is niet voor echte vissen, stond er nog bij. Maar deze heb ik gekregen van Dani van Grills House. En die heeft mij dit kerstcadeau gegeven met allemaal Supreme stuitenballen erin. En nu dachten wij van hoe geniaal zou het zijn als we gewoon even wat trickshots doen. Aangezien het zo'n regenachtige dag is. Gewoon even wat trickshots hier in huis. Dus we zetten deze hier neer. En dan gaan we nu met die stuitenballen proberen om via het aanrecht hem in de kom te krijgen. Ik kan jullie vertellen, dat is knijters moeilijk. Maar we gaan het wel proberen. We gaan net zo lang door totdat het lukt. Of niet, boys? Let's go! Oh, dat is wel een goeie. Oh, sorry. Maar via het plafond. Hij kan er op zo'n zieke manier ingaan. Oh, yo. Oh. Oh, dit was echt het minhuis. Ja! Oh! Oh! Jezus! Waar is die hier? Komt-ie. Komt-ie. Kom. Hey! Gooi je overal tegenaan, behalve in de vissenkom. Maar die zit in mijn knakworstje. Oh, dat hoorden we! Ah,
kijk dit. Dat is de plons die we hoorden. Ah! Zo ranzig. Komt ie. Oh. Ja. Oh! Oh, die was tot nu toe het dichtst bij. Die was gewoon op de rand hier zo. Ja. Nee, te scheef. Mag ik even doen? Oh. Oh. Oh, wat! Alweer op de... Wow! Bijna via de grond ging hij er weer in. Oh my god. Ik zit er wel echt dichtbij, hoor. Oké. Okay. Oei! Oh, alweer bijna! Oh! Zo. Ja! 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 Yes! 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 Lekker! Lekker! Op naar de volgende! Oh my god! Dat was echt super satisfying om te zien. Wauw! We hebben hier een nieuwe uitdaging. Ik heb een extra cameraatje gepakt voor extra beeld. We hebben hier de vissenkom weer staan. En dan gaan we helemaal hier naar achter. Dan pakken we het latje weer erbij. Want dit latje geeft aan waar we achter moeten staan. Dus we moeten helemaal hier achter staan. En dan gaan we vanaf hier gaan we proberen om helemaal daarachter in de keuken hem erin te krijgen. Er staat 1-0 voor Noël! Ah, lekker man! Maatje. Tijd voor als eerste! Let's go, maatje! Oh, oké. Dit is moeilijk, hè? Want je twijfelt of je hem daar op die vloer gooit. Of... Ja, want die afzuigkap zit. Ik denk dat je meer met een stuit erachter moet doen. Maar meer zo. Oh, wow! Oh. Ik had het bijna al. Je moet over het aanrecht opgooien en dan ertussen. Mijn derde bal ging er al bijna in. Wat een ja! Gast! Hoe ben je precies op de GoPro voor? Ligt er wel mooi neer. Ja, hier stond hij op, gewoon precies. Nee, hij is hier. Mooi. Dat zijn ze. Dan iets hoger nog. Oh, dat is ook een goede tactiek. Twee van die roosjes eruit. Ja. Wow, dit is mooi, joh. Ik ga heel even naar die ring toe. Oh, wel heel dichtbij, hoor. Oh, alweer die kop gewoon. Sorry, mensen. Sorry. Ja, okay, ja, kracht is zwaar. Kijk, kijk zo lang het ongeluk terug te nemen. Ja. Zit al. Oh. Kijk, je moet zo. Je moet echt over het aanrecht heen gooien. Wow, wel een leuke. Deze. Ik voel gewoon dat dit hem gaat worden. Hoi. Ja. Wow. Hou op hoor. Zo dichtbij. Hoi, jongen. Oh my god. Dat is echt crazy. Oh my god. Prima als scheepsrecht. Huh? Zat hij er nou heel even in? Nee. Of ging hij ernaast? Nee, nee, nee. Volgens mij daar. Vier maal scheepsrekken. Ja. Oh, hij staat er ernaast. Wauw, ik zit zo dichtbij. Ik hoop echt dat ik deze keer een punt ga scoren. Kan wel. Oh, deze is goed. Oh. Dus. Zo de... Het verbaast mij serieus dat de hondenbuurvrouw nog niet heeft gebeld of geappt van kappers! Sorry. Ja. Ja. Oh jongen! Wauw! Hij zat erin! Wat een punt! Hij zat erin! Ik ga vast ook maar echt erin. Oh. Holy macaroni! Ik heb hier even de gekke techniek doen. Darn it! Hij komt weer terug. Oh, hij staat schuin. Ja, daar is hij.
Boah! Hey, ja, dan kom ik terug ook. Deze erin, ja. Hup, boom! Ja, 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 ja. Ja. Oh, oh. Ik heb er nog twee in zak. Twee in zak. In zak. Ja. Al die tijd. Je kan ook niet praten, hij is helemaal niks meer van. We hebben nou extra twee ballen. Kom maar. Hoe kan je dat nou niet weten? Zo vreemd. Echt een Benny. Nee, hoe je Benny. Maar ook zo deed deze ringen en is gewoon klaar. Oh, pak hem nou, jongens. Oh. Echt weten. Ja, jammer. Ja. Oh. Die was zo lekker! Dat gevoel, dames en heren! Oh my god! Perfect! Die was echt. Ja, die was echt perfect. We hebben een nieuwe plek alweer in de keuken. En we hebben deze keer de vissenkom hier helemaal in de hoek van de keuken geplaatst. Bovenop mijn plastic doppenverzameling. Dus ik ben heel erg benieuwd of we hem hier in kunnen krijgen. Ik pak de stuiterballen weer. Deze keer verplaats ik de lat naar helemaal hier in de hoek. Dus dan moet je echt helemaal van hier. Ik ben echt benieuwd of we dat gaan redden, want dit is een flinke afstand, dames en heren. Hoe ga je dit ooit voor elkaar krijgen? Ik weet geen eens of het mogelijk is. Dat was eerst? Ja, maatje. Ik denk misschien zo. Nou! Deze is echt heel moeilijk. Zeg maar, de vorm is een beetje agressief ook, maar je moet er wat vraagteken voor je zeggen. Ik denk gewoon hard. Ja, hij was gewoon boos. Gast. Ja, dus wat een Benny. Op het hoofd. Waarom is dat grappig? Maar wel komt er terug. Hé, maar dit is onmogelijk van. Ja. Ja, zo. Wow. Wanneer is het? We doen ook even opnieuw. Het wordt er onderhand te doen, dat is ook te grappig. God, de sojasaus, gast. Nou, dan ruimen we straks op. Moeten we eerst even raken. Nee. Ja, maar dit is wel echt een soort van kinderdroom. Niemand zijn ouders geeft hier toestemming. Ja, dat is echt. Ja, dat is gewoon. Je moet dit niet thuis doen, dan heb je echt ruzie met je ouders. Maar ja, ik ben de baas hier. Smijt met die bal. Thanks, pap. Hoe dan? Het verbieden om met een stuiterbal in de woonkamer te gaan stuiteren. No way. Al die doppen hier. En gewoon, ik heb die hele vaas kapot gesmeten. Oh, deze is nog heel. Dani, let's go! Oh, de hele vaas. Oh, ik smeet hem veel te hard. Zullen we naar de badkamer gaan?
Let's go. Let's go, dan ruimen we dit later wel op, ja? Kunnen we meteen verder pakken. Doorpakken. Oké, zoals jullie zien, we gaan niet naar de badkamer, maar in de hal. Omdat we al best wel een verre afstand hebben gedaan, gaan wij nu de hele hal gebruiken. Dus we gaan helemaal erachter staan. En dan gaan we vanaf daar gaan we proberen hem hier in de vissenkom te krijgen. Hier kunnen we niks kapot maken. Nice. Dat is fijn. Let's go. Let's yes. De allereerste poging. Lekker vaak laten stuiten. Ja, mooi. Wauw, meteen de GoPro aangepakt. Heb je de deur? Oeh! Wow. Ging die erin of niet? Bijna. Oh, weer er tegenaan. Ja. Ik weet wel. Oh. Was je bijna? Bro, met één stuit, bijna. Trickshot. Staat nog goed. En hij staat nog mooi. Ik kom wel weer terug. Ja. Mooi visie. Hey, bedankt voor het hengelen. Ja. Dat blijft zo leuk om te doen. Ja. Nee. Zo. Noelletje. Nou. Je hebt nog geen punt, hè, Thijs? Nee. Wat is dit? Dat is goed. Jammer. Ja! Nee! Wow. Hoe dan? Wow! Dat was lijf! Hij ging in en weer eruit. Dat hadden we allemaal één punt gehad. Oh. Dat was echt vet geweest. Goeie poging, Thijs. Ja. Yeah, man, I tried. Ik hoop dat hij van jou erin gaat. Ja, dat ook wel, man. Oh! Wat een ik had dat ei in mijn broekzak zitten. Ja! Oh my god! Hey, Kas, wat doe je? Ik fukte zo. Ik denk, shit. Maar waarom heb je een ei in je broek? Ja. Jij zei, we gaan paaseiertjes zoeken. Ik zeg, oh, ik heb er een. Laat zien, laat zien. Ja. Lekker. Verdamme. Zoet. Al die tijd heeft hij gewoon een ei in zijn zak gehad. Jij vergeet altijd wat je in je zak hebt. Net ook twee van die ballen. Die had ik altijd al in. Dat vind jij grappig. Dat vind jij grappig, hè? Ik vind dat ook grappig. Dat vinden wij grappig. Ja, dat vinden wij ook. Die doen wel. Ja. Wat een guy. Is gewoon een ei in zijn zak. Een buk die gaat die kapot. Oh shit, ik had een ei in mijn zak. Als je erover na gaat denken. Waarom? Goeie Benny. Goeie Benny. Neten. Oh neten. Hij heeft ei in zijn broekzak. Ja, je moet even goed wassen. Ja, natuurlijk. Ja. Nee. Oh jezus, er ruikt hier een rotte ei. Niet normaal, dat is echt... Oh! Hé, hey, komt één terug. Oh, die vieze mannen hier. Hier zijn we er vanaf. Oh! Jezus. Oh, zo dichtbij. Ik ben wel echt goed aan het gooien. Ja. Headshot. Ik kreeg hem gewoon op mij. Ja, voel je. Iedereen gek geluiden maken. Oei, 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 oei. Oké, let op. Ik ga naar FC. Ik ben helemaal klaar mee. Nou. Oké, weet je, moet je gewoon zeg maar één woord met de bal. Dus wat je doet, je maakt hem een beetje vocht met je handen. Dan doe je whisky naar Mita. I got a food in amu. Via de deur links. Altijd die deur knikken. Je gaat effect doen, je gaat effect doen. En dan deze. Ah. Oh. Dat was hem bijna, hè? Alles opgeruimd met z'n drietjes, dus als Maya straks weer thuis komt en ze komt in de keuken, dan ziet het er alleen maar opgeruimder uit. Want kijk, alle doppen zijn weg. Ik heb de verzameling van de doppen heb ik ergens anders neergezet. En er liggen hier alleen nog maar lekkere oliebollen en kerstel, bolletjes en afbakbroodjes. Dus het ziet er eigenlijk veel rustiger uit. Dus ik denk dat we het alleen maar goed hebben gedaan. Dus geen enkel probleem dat de vaas kapot is. Gewoon niks zeggen tegen Maya. Zo, we hebben hier toch voor ons lekker eten, want dit hebben wij de afgelopen dagen ook gegeten. Dit zijn de kliekjes, die zijn overgebleven. Van de vorige maaltijden. Dan hebben we het over pasta di Myron. En we hebben dit eventjes in de oven gedaan. En hier... Thijs' nieuwe lievelingseten. Chicken in the hood. Kip in the hood. Kip in the hood. Super nice. Dus we gaan nu eventjes lekker smikkelen. Zoveel zin in? Niet normaal.
Hij zei het ook nog. Terwijl echt niemand meer in het huis. Waarom zeg je dat op zo'n manier? Oh, vertrouw je echt niemand meer in het huis? Nee, niemand meer. Ik kan niet eens normaal even naar de wc. Nee, dan weet je hoe ik me voel. Ik ga wel bij jullie. Het is wat het is, hè? Oké, ik heb stofzuigen. Ik heb eventjes de beelden overgezet naar mijn computer van de GoPro. Waar wij even aan het spelen waren met de stuiterballen. En die ga ik nu even aan Myron laten zien. Ja! Oh, die vaas is gewoon kapot. Niet normaal, hè? Kijk hoe hard ik ook smijt, dat is niet normaal. Ja! Oh, die dopjes. Kijk, Thijs, die ligt al meteen op de grond aan het lachen. Ja. Nou, zoals jullie zien, mama Maya vindt het niet erg. Nee. We gaan nu eens daar staan, bij de laatste klasbord. Je weet dat ik al aan het opnemen ben. Ja. Kut, voor deze lesje Brabants. We gaan even aan wiskundesplik doen. Noël Dekkers. Weet je? Ja. Heb je Enzo Knoop? Al in de lucht? Zijn we in? Ik ben de meester. Top. Jeroen Koops. Ook een meester. Oké, nou, vandaag gaan we een lesje Brabants doen. Heeft iedereen gestudeerd? Zeker. Ja? Meneer Koops. Nee, sorry. Ik begin met het eerste woord. Jullie hebben allemaal een papiertje. Ik ga een woord opschrijven in het Brabant. Jullie gaan gokken wat de betekenis is. Ja, ik schrijf niet eens op. Ik noem hem op. Jullie gaan gokken wie moet schrijven en de betekenis ervan. Dus we beginnen met bammeke. Pak je papier en schrijf het maar op bammeke. Ik ben klaar geweest. Helemaal goed, Jeroen Koops. Ik heb niet anders verwacht van jou. Mensen Knol, veel bang hè? Ja, ik ben ook klaar meester. Hey. Bammeke. Bammeke. Gaan we zien jongens, wat hebben jullie opgeschreven? Bammeke, goed geschreven. Bammeke. Mensen Knol met dubbel K. Bammeke. Ja meester, ik had eerst wel met 1 K, maar ik... Je hebt het verkeerd laten zien. Ja. Helaas. Betekenis van bammeke, wat denk je dat is? Boterham. Goed, allemaal goed. Boterham. Supergoed. Oh, je hebt de betekenis erbij. Ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Oh, dat is wel de bedoeling ook. Dat is wel handig. Oké. Maar had jij bammeke of geschreven? Wauw, daar hebben jullie allebei een punt. Ja. Ja. Ik heb het fout. Ik heb ten eerste verkeerd geschreven, ten tweede vergeet in te vullen wat de betekenis is. Gaan we naar de volgende ronde. Wel dekkers? Wow. Volgende woord is krek. Drek? Drek. Ik ben klaar. Ik denk dat ik het heel goed heb ingevuld. Nou, laten we zien jongens. 3 Bennies. D-E-R-E-E. Drek. Ik ga direct ergens naartoe. Nee, echt? Betekenis. Dadelijk. Hij is een trekker. Ik had modder. Ja, ik ook. Echt? Wow! Drek. Dat was ziek. Nee, drek. Ik ga direct ergens naartoe. Ik ga direct ergens naartoe. Ik ga dadelijk ergens naartoe. Oké, punt heb school deze gewonnen. Daar had ik niet verwacht. Balen. Volgende woordje is scon. Scon? Scon. Scon. Zal ik het in een zin gebruiken? Het klinkt wel vikingachtig. Scon. Dat vind ik scon. Of school van proost. Nee, dat vind ik scon. Ah, oké. Okay. Succes. Nou, zin. Ik denk klaar. Scon. Yep. Trots op jou. Ja? Mama. Heb ik hem helemaal goed? Je hebt hem helemaal zelf goed. Zelfs met de puntjes. De puntjes weet ik niet zeker, maar ik keur hem helemaal goed. Scorn. Oh, wow. Scorn is mooi. Jij hebt ook mooi, maar je hebt scorn. Oh, wat scorn. Scorn. Ik had net een haar. Scorn, ja, ik dacht scorn. Ik dacht dit, zo'n Duitse meid. Oh, scorn, ja. Een meid. Scorn. Yes, ik heb een punt. Dat is de enige. Hey, wat je? Stel voor je meester. En zo een 10. Ben je klaar voor de volgende word? Ja, ik ben. Nee, ik wou altijd gewoon dat ik zo'n meester als jou had voelen. Nee, helaas. Okay, papiertje weg, bijna de volgende. Papiertje waar net ook geschreven is weg. Dat is echt brutaal, hè, meester? Flinke mee. Oh, nee. Oké, okay, niet. We gaan ervoor. Doe naar voren.
Neffen? Neffen. Ja, ik weet hem. Ja, voor meneer Knol. Waarom ben je de hele tijd aan het lachen? Ik serieus, ik ben gewoon les aan het geven. Ja, geef hem straf, meester. Ah, joh. Ja, maar ik heb hier jongens. Noël, je moet eigenlijk weten, ik kom uit Brabant. Ja, dat is nog het ergste aan dit, mensen. Noël, die komt gewoon uit Brabant. En we staan allemaal met één punt. Neffen. Oké. Ze zijn hier goed gestreden door twee mensen. Door drie. Alle drie goed geschreven. Neffen. Hij zit er neffen. Oh, hij zit er even. Hij zit er naast. Oh, hij zit er naast. Hij zit er helemaal neffen. Oh, ik dacht even. Ik dacht netjes. Oh, jij dacht netjes. En jij had niks. Min punt, als je niks op schrijft. Krijgen we allemaal een half puntje, omdat we wel het woord goed hebben? Ja, zeker weten, zeker weten. Okay. Okay. Anderhalf puntje zetten we allemaal. Blijf een beetje. Maar eigenlijk staat er wel naar voor, want je had net de betekenis goed. Ja, heel goed, daar sta je voor aan, maatje. Maar mooi. Nee, die had ik ook goed. Ja, maar hij ook, en hij heeft daar geen half punt voor gekregen. Oh ja, dat is waar. Dan heb jij twee punten, wij anderhalf. Voor een woord is cent. Hoe? Sunt. Korter. Sunt. Nog korter. Sunt. Nog korter. Sunt. Harder. Sunt! Ik heb hem al hoor. Sunt! Sunt! Schrijf op! Schrijf op, jongen. Oké, let's go. Oké. Twee, één. Jongens, ik dacht ook dat je het woord zo schreef, maar... Het is met een D zeker. Godzakken. Oh, wat sunt. Oh, dat is jammer. Oh, zonde. Sunt is, ja, jammer, zonde. Hé, ik had het. Oh, jij hebt zonde. Gekkie. Kom jij uit Brabant? Wat een Benny. Hey, half punt. Benny Adder. Nou, dan staat het 2-2 anderhalf. Ik dacht zometeen. Oh. Sunt. Ja, dat is sunt. Komt zometeen naar je toe. Daar komt de sunt. In Groningen. Jij lacht echt veel, hè. Ja. Groningen en Drenthe gebruiken ze dat ook, hoor. Sunt. Ja? Ik dacht dat jullie deze wel zouden hebben. Ik. Oh, wat sunt. Oké, okay, volgende woord. Ger. Wat? Ger. 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 In de zingebruik? Daar hebben Ger. Daar hebben Ger. Daar hebben Ger. Succes! Dan kunnen we gaan eens rijden. Oh, dat is zo Ger. Wij hebben echt precies hetzelfde. Ja, je moet niet bij zijn kijken af, meester. Oeh. Je bent aan het afkijken? Nee, want ik had het al eerder opgeschreven. Nee, maar dat maakt niet uit. Zijn kijkt af. Jeroen, ik begin op te letten nu. Wel, kom erop of doe mee. Eén van de twee en anders gaan je. 3, 2, 1. Nou, we zien. Ger. Nou, jongens, ik keur hem weer goed bij jullie. Dus. Yes! Yes! Maar ik tel hem goed. Ik tel Je telt hem goed. Wat betekent het? Graag. Daar! Hij vergeet ik nee. Min puntje. Hij vergeet gewoon die keer. Hij heeft gewoon gaar. Hij gaar. Hij dacht gewoon dat oh, jij dacht dat gaar. Ja, jullie hebben een puntje. Twee. Yes! Nee. Nice! Oké, okay, dan heb jij 3 punten. Ik 2, jij ook 2. Ja. Ja. Nu kom. Oh nee, ik had gaar en gaar. 2,5, 3 en 2. Tommy, gaan we naar de volgende ronde. Oeh, nu wordt het wel spannend. Nu moet ik het echt goed hebben, anders kan ik geen eerste meer worden. Germ. Huh? Germ. Voor het eerst weet je. Germ. Germ. Ik ga deze hier in zin gebruiken. Oké, okay, doe het wel. Ach, Germ. Wat je daarna? Succes. Oeh. Oh, dat was er wel bij. Show me dancers! Jongens. Ik twijfel of ik moet geven aan jullie. Want het is namelijk. Wow, ik wou dat eerst doen, hè? Wow, Germ. Oké. Okay. Ja, ik wou dat doen eerst. Ver. Wat dikke. Wat jammer. Wat jammer? Nee, dat is al sunt. Nou, hij is fout in ieder geval. Germ. De betekenis is. Zielig! Echt? Wow! Maar je kan dit niet losgebruiken, dus je kan niet zeggen, hij is Germ. Het is van, ach Germ. Oh, zielig. Dus, Miran. Oh, ik dacht meisjes, van ach meisje, van ach Germ. 3,5 punt. Maar je kan hier nog gelijk op te staan. Ja. Dit is het laatste woord, hè, nu. Nee, meester. Meneer Knol. Ik hoop dat de les snel voorbij is. We hebben nog geen worstje, jongens. Ik heb deze niet zelf bedacht. Ik heb deze van de homeboys. Lushy. 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 Kan je eten? Lushy. Schrijf maar op. Lushy. Zo lekker deze marktpositie. En in de zin of kan het niet? Lushy. Ben ik ook een keer van deze camera heb je dat vergeten. Hey, jongens. Lushy. Hij heeft het niet, jij hebt denk ik ook wel niet. Oh, zo. Jij hebt het goed. Wow, ik heb dit. Jij zei soms Lushy of zo. Lushy. Hij heeft... Hey, ik heb het goed. Ik heb het goed geschreven. Ja,
ik wil kijken hoe laat het is. Oh. Een horloge! Nee joh! Wow. Een Lodgy, hij heeft een step. Hoe heb je het geschreven? Lodgy met L-O-D-G-I. De winnaar! Dat betekent 3,5 mijlen. Ik heb 2,5 punt. En hij heeft 2. Nog steeds 2, ja. Oh, dan heb ik de tweede plek. 2-3. Maar besef gewoon eventjes dat Noël laatste is geworden terwijl hij uit Brabant komt. Hoe kan dat? Zullen wij nu met z'n tweeën hun binnenkort Drentse les? Ja, als jullie nou willen dat wij, Myron en ik, een les gaan geven, of alleen Myron of alleen ik. Nou, laat het even weten in de reacties. Ik vond het in ieder geval een leuke les. Dankjewel. Ja, okay, dus bedankt aan Marwies. Marwies zijn geweest. Toples. Jeroen, gefeliciteerd. Dat was hem. Zo, dames en heren. Dat was hem voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol, power.